Okay. Action! Wat is het toch een feest om makelaar te mogen zijn en dit soort extreem mooie stolpen te mogen verkopen. Welkom! Onder de dijk, in Onderdijk, 2,5 hectare grond. Het is uw eigen vrijheid, maar het is ook een belegging. Een boerderij die in 2002 compleet nieuw opgetrokken is. Een ronde schoorsteen. Vroeger kwam de boer hier aanvaren met zijn kool, zijn bloemkolen, om het geld ermee te verdienen. En dit is nu de aanvaarroute van deze prachtig mooie stolp. Uw eigen boothuis. Wie heeft het? Een garage eraan vast, 12,5 bij 6 meter. Zo, dat was een mooi ritje. Achter u stolp vindt u dus het land, 2,5 hectare groot. Koop uw eigen vrijheid met 2,5 hectare grond erbij. Er zijn ontwikkelingsmogelijkheden, maar dat mag u zelf beoordelen. Kom naar de stolp. In 2002 is hier echt het allermooiste materiaal gebruikt wat u bij een stolp kan bedenken. Maar wel met respect voor hoe een boerderij hoort te zijn. Een Westfriese stolp, een staartstuk, ronde schoorsteen, een spiegel. Deze droomboerderij heeft werkelijk alles. Kijk de leefkeuken, op de tuin gericht. En hier. Een hele gezellige hoek te creëren, ook naar achter toe gericht. En voor een prachtig mooie herenkamer. Met kleurgebruik wat in West-Friesland gebruikelijk is. Hoe het hoort. Een houten vierkant, maar wel in 2002 compleet nieuw gebouwd. Binnen het vierkant een prachtig mooie vierde. En boven, heel bijzonder, de sparren aan de binnenkant, waardoor echt het stolpengevoel krijgt. Maar natuurlijk volledig geïsoleerd. Kijk hier eens. Een bibliotheek. Hier kan je wijs worden. Zo'n vierde geeft een huis heel veel cachet. Normaal gesproken heb je dan heel veel effectief ruimteverlies. Maar met zoveel ruimte is dat geen probleem. U houdt nog een hele grote slaapkamer met een badkamer. Twee slaapkamers. Een aparte badkamer en een hele grote zolder over. Wie hebt het? Alle comforts van nu, met alle authentieke details van toen.